Hey allemaal, vandaag mijn laatste video in de favorieten van 2016. Vandaag de algemene beauty favorieten. Wat wil ik daarmee zeggen? In deze favorieten komen de haarproductjes aan bod die ik echt fantastisch vond 2016. De tools, kwasten, nagelproductjes. Wat heb ik hier nog allemaal? Ja, eigenlijk alles wat niet make-up is. Ben je geïnteresseerd in make-up? Ik heb natuurlijk ook make-up favorieten van 2016. En die heb ik in twee video's gedeeld. De eerste video zijn de budget favorieten. Dus hou je van budget make-up, dan is die video zeker de moeite om naar te gaan kijken. Ben je meer een fan van high-end make-up, dus luxe make-up, duurdere make-up, dan kan je mijn luxe make-up favorieten van 2016 natuurlijk ook helemaal gaan kijken. Maar voor vandaag dus gewoon de algemene beauty favorieten, waar dus geen make-up bij zit. Wel kwasten en iets om de kwasten mee te reinigen, maar geen echte make-up productjes. Laten we beginnen met een cleanser voor het gezicht, waar ik enorm van genoten heb dit jaar. En dat is aan de Body Shop. Ondertussen is de verpakking ook al veranderd. Dit is nog de vorige verpakking, maar ik gebruik hem echt zo graag. Het is echt zo'n fijne oliecleanser die je huid echt goed reinigt. Naar mijn gevoel laat hij geen residu achter. Ik heb natuurlijk wel een droge huid, dus misschien voor mij dat mijn huid iets meer absorbeert. Maar dit is echt, haalt echt elk beetje make-up van je gezicht af. Dit is van de Body Shop, dit is de Chamomile Silky Cleansing Oil. En ja, je ziet het, ik lieg niet als ik zeg dat ik hem heel veel gebruik. Je hebt hier maar één of twee pompjes voor nodig voor je gehele gezicht. Ik doe er ook mijn ogen mee, lipstick, alles. Meestal, 's avonds zit mijn lipstick er niet meer op. Maar toch zeker mijn ogen, alles komt ermee af. Dit is gewoon heel erg fijn om te gebruiken. Ben je fan van bijvoorbeeld de MAC Cleanse of Oil? Ik vind deze zelfs beter, want ik vind dat die van MAC een beetje durft prikken in de ogen. Ik gebruikte voordien altijd die van MAC. Maar nu ben ik echt... En die van de Kruidvat, zo van die paars-roze bussen. Die heb ik ook vroeger gebruikt, ben ik ook wel fan van. Maar dit pompje maakt het toch wel iets gemakkelijker om te gebruiken. Hij is gewoon heel fijn. Wat ik dit jaar ook ontdekt heb, ook eerder een recente ontdekking, dat is de Foreo Luna. Dat is eigenlijk een reinigingstool en ik vind die zeer fijn om te gebruiken. Je kan deze elke dag gebruiken. De Clarisonic bijvoorbeeld is voor mij veel te hard om te gebruiken elke dag. Nu, ik ga zeggen, ik gebruik hem niet elke dag. Gewoon omdat ik er niet elke dag de tijd voor heb om hem te gebruiken om te reinigen. Maar je kan het perfect gebruiken elke dag. Dit is de kant voor te reinigen. De paarse is trouwens voor gevoelige huid. Maar de andere kleuren, naar gelang het huidtype, kan je dan vinden. Je kan deze kopen op bol.com en op de site van Foreo, geloof ik. Aan de achterkant is zo'n massagetoeltje. En als je dit gebruikt, daadwerkelijk het product, je serum, je nachtcrème dat je gebruikt, gaat echt sneller intrekken. Of toch bij mij is dat het geval. Ik vind dat heel fijn. Of dit effectief werkt anti-aging, who knows. Dat zijn van die dingen die je pas over x aantal jaren kan zeggen. Maar het helpt wel met mijn producten, mijn nachtproducten op te nemen in mijn huid. En ik ben hier heel, heel grote fan van. Zoals ik net zei, hou ik ervan om 's avonds dus iets lekker in te smeren op mijn gezicht. Om ervoor te zorgen dat 's nachts mijn huid, ja, echt herstelt. Ik wil niet zeggen herstellen, maar toch een beetje bekomt van een zware dag. Ook van een dag met make-up dragen. En ik heb hier twee producten voor die ik echt fantastisch vind. Twee nachtolietjes. Het eerste is van Kiehl's. Is echt zo'n statement product. En het is niet gelogen, het is gewoon een heel fijn product. Ja, ik hou het in het doosje. Ik ben zo iemand, ik kan er niet aan doen. Zoals je kan zien, ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien op de camera. Maar ik heb al toch al dit gebruikt. Dus dat is echt wel... Ik heb hem gekregen van mijn man in april, geloof ik. 1 of 2 april. Ik heb hem niet elke dag gebruikt, omdat ik veel andere productjes ook gebruik. Maar je doet er dus wel even mee. Het is een hele fijne olie. Niet zo'n goedkope olie, maar in mijn ogen wel zijn geld waard. Een iets goedkopere olie. Ik ga mijn camera, want ik zie dat jullie niet zo goed... Is dat beter? Iets beter. Maar in ieder geval, een goedkopere olie is de Vitamine E Overnight Serum van de Body Shop. Ik ben hier enorme fan van. Dit doet echt mijn huid ook deugd. Dit is echt een heel fijn product. Trekt ook vrij snel in.
en geeft volgende morgen eigenlijk zo echt een fris, wakker en gehydrateerd gevoel. Dus ook echt een topproductje als je graag nachtserums of een beetje olies gebruikt. Ik heb een droge huid, dus ik hou van de olieproducten op mijn snoet. Nog een massagetool dat ik ook dit jaar ontdekt heb en dat ik eigenlijk ook wel heel graag gebruik. Dat is deze ook weer van de Body Shop. En dit is de Twining Balls. Ik ga even piepen op de verpakking. Ook hier weer heb ik het doosje van bijgehouden. Dit is de Twin Balls Revitalizing Face Massager. Dus die ga je dan over je huid rollen om je gezicht mee te masseren. In het begin zijn ze nog heel koud en dat vind ik zelf iets minder aangenaam. Gewoon ook in de winter is het gewoon fijner om iets warm op je gezicht te hebben. Maar nadien warmen ze wel op door je eigen lichaamstemperatuur. En ook weer, heeft het effect, heeft het geen effect? Ik heb er totaal geen idee van. Ik vind het gewoon fijn om te gebruiken. En gezichtsmassage is wel om bepaalde redenen wel goed. Bijvoorbeeld bloedcirculatie verbetert dat. En als je bloed meer circuleert, gaat ook je celvernieuwing iets sneller gaan. En gaat ook de producten die je gebruikt sneller opgenomen worden in je huid. Dus dat is wel een feit eigenlijk. Dat echt wel, ja, dacht ik, toch wetenschappelijk bewezen was. Of dat het effectief is voor rimpeltjes. Ik kan dat nu nog niet direct zeggen, maar het schijnt wel te werken. Ik heb ook één echte favoriete dagcrème die ik ontdekt heb. En deze is van Clinique. En dit is de Moisture Surge. En je ziet ook al dat die echt goed gebruikt is. Dit is een hele fijne dagcrème die echt snel in je huid intrekt. Geeft een mooie gehydrateerde huid nadien zonder echt vettig te voelen. Dus mensen die graag een droge huid hebben, maar niet graag vettige producten gebruiken op hun huid. Dit is een hele fijne. Twee nadelen, het is een potje en er zit geen SPF in. Dus dat zijn van die dingen, ja, die moet je in overweging nemen. Ik vind het wel heel fijn, gewoon de textuur, het feit dat hij snel opneemt en hij geeft ook mijn huid, ja, hij doet mijn huid gewoon goed. En dat is dikwijls het belangrijkste bij skincare, dat je het gevoel hebt dat het iets goed doet. Denk ik, toch? Ik zal het nu hebben over make-up borstels en make-up applicators. Ik heb er eigenlijk maar drie om aan jullie te laten zien. Dus niet echt heel veel. De eerste is eigenlijk een heel smal blending kwastje van Morphe. Dit is de M514. En deze is veel kleiner dan bijvoorbeeld de 217 van MAC. Dat zijn ook die witte blending kwasten. En daarom vind ik deze ook zo fijn. Omdat hij... Ik heb kleine oogjes. Ja, op camera ziet dat er nu niet zo uit. Omdat ik, ja, met make-up probeer je natuurlijk er alles aan te doen om je ogen zo groot en luscious en sexy te maken. En dat dankzij deze kwast. Hij is nu een beetje vuil. Zoals gewoonlijk, want ik heb hem net gebruikt. Maar die zorgt ervoor dat als je kleine oogjes hebt, dat je daar heel gemakkelijk mee in de arcadeboog kan... excuseer, om product te blenden. Dus de Morphe M514 is voor mij echt een ontdekking geweest. En als ik deze gekocht had, dan was het echt weer duidelijk waarom dat goede tools essentieel zijn voor een mooie make-up look. Soms dan denk ik, ja, je kan eigenlijk gewoon ook al je make-up aanbrengen met je vingers. En dat kan ook, echt geen probleem mee. Maar soms zijn goede tools toch zo essentieel voor het snel en makkelijk aanbrengen van een mooie make-up. Nog een ontdekking, en dit is ook een budgetproduct. De Morphe is trouwens te koop op Boozy Shop, ook budgetproof. En dat is deze brush van Elf. Dit is de highlighter kwast. Ik geloof van de Studio Line. Ik weet niet van welke lijn exact. Ik gebruik hem nu niet voor highlight, maar voor mij wel echt de perfecte kwast voor een mooie applicatie van blush. Dus de highlighting blush van Elf. Elf koop je gewoon op elf.be. elf.nl, elf.com. En daar kan je dus die kwasten kopen. Ik denk dat deze geen 10 euro zijn. Ik denk 5 euro voor zo'n kwast. 4, 5 euro. Echt super cheap. Maar wel echt heel fijne kwasten. Of toch deze kwast. Ik ga er zeker nog kopen van die lijn, want ik ben hier al vast enorm tevreden mee. En dan deze laatste. Ik hoop dat hij nog te koop is. Ik weet het niet zeker. Ik heb hem ook dit jaar niet gekocht, maar ik heb hem denk ik vorig jaar gekocht. Maar dit jaar ben ik hem eigenlijk echt enorm veel gaan gebruiken. En dat is van Real Techniques. En dit is geen echt kwastje. Dit is zo'n siliconen eyeliner kwastje. Ik heb hier ook een review over gedaan om eyeliner mee aan te brengen. Ik ga eerlijk zeggen, hij brengt heel mooi dikke eyeliner aan. Maar voor heel fijne applicatie toch maar niet.
Maar waar gebruik ik hem wel voor? Ik gebruik hem om mijn lijm, als ik wimpers aanbreng, zoals je nu kan zien. Dit zijn helaas niet mijn echte wimpers. Nee. Dit zijn heel mooie dramatische valse wimpers. Maar dus als ik die lijm op mijn valse wimpers wil aanbrengen, dan gebruik ik dit tooltje daarvoor. Dus dan doe je een dropje lijm ergens. Je neemt met je borsteltje een klein beetje lijm op. En dan kan je het randje van je valse wimpers, gewoon de perfecte hoeveelheid valse wimperlijm, aanbrengen. Dus daarvoor dit tooltje echt een must-have. Ik kan gewoon niet meer zonder. Als ik hem niet vind, dan ben ik in paniek. Want hoe moet ik in godsnaam mijn lijm op mijn valse wimper krijgen? Terwijl ik het ervoor altijd deed met de achterkant van een pincet, gaat uiteraard gewoon ook heel goed. Maar dit is dan toch weer net iets gemakkelijker. We hebben het net gehad over kwasten en ik heb ook echt een favoriete kwastenreiniger ontdekt dit jaar. Het is een enorm duur product. Ik ben er ook enorm zuinig mee. Het is een enorm verslavend product, omdat het gewoon zo goed werkt. Maar echt zo goed werkt. En dat is de Cinema Secrets van... Dus de Cinema Secrets. Waar heb ik deze gekocht? Deze kan je kopen in Mutt in Antwerpen. Dus de Make-up Desert. Ja, ik ga het gewoon niet zeggen, want ik weet eigenlijk de afkorting niet 100% juist. Maar het is een Mutt Store. Waar is een Mutt Store? Als je de MAC-winkel weet zijn in Antwerpen en je weet de Rituals. Ja, nee, er zijn meerdere Rituals. Dat is geen goed plan. Maar dus de MAC-winkel in de, ik denk, de Schrijnwerkerstraat. Dicht bij de Oudaan in ieder geval. Naast de Dermalogica. Dat weet ik wel zeker. Naast de Dermalogica in Antwerpen. Daar heb je dus een Mutt. Het is een beetje een sober winkel. Het is niet echt inspirerend of zo om daar binnen te gaan. Maar dit is een zeer, zeer, zeer goede cleanser. Dit is eigenlijk, denk ik, van al mijn ontdekkingen die hier nu aanwezig zijn geweest in deze video, in mijn make-up video's, denk ik een van mijn topproducten. Het kost enorm veel. Ik denk dat zo'n bus, dit is nu wel de grootste bus die je kan kopen, dat die denk ik iets aan een €64 kost. Je krijgt wel pro-korting. Als je pro bent, dan kan je online een aanvraag doen om pro te worden. Ik heb dat toen niet gedaan, want ik stond daar met mijn papiertjes in de winkel. Ze konden mij daar toen niet helpen. Ik heb hem toen toch meegenomen, toen ik nog niet wist hoeveel hij was. En aan de kassa had ik zoiets van... Maar dan durf je zo niet meer te zeggen, ja, sorry, maar als het zoveel is, moet ik het toch niet meer hebben. Ik durf dat dan echt niet te zeggen, dus ik heb hem dan maar gekocht. Maar ik moet wel zeggen, het is echt wel de beste brush cleanser die er is. Je doet een klein beetje in een potje. Ik heb het potje er toen ook bij gekocht. Het potje is niet zo duur, kost €5. En dan heb je ook weer een potje om het mee te gebruiken. Ik dacht, weet je, anders ga ik weer naar de keuken moeten en een potje halen en dan doe ik het meestal niet. Dus ik vond het wel fijn om dan een potje erbij te hebben. Dus je kapt een beetje in je potje. Dan ga je met je kwast een druppeltje nemen met je borstel. En dan gewoon op een tissue. En voilà, je kwast is gewoon proper. Het is zoveel makkelijker dan eender welke andere brush cleanser dat ik ooit al gebruikt heb. Meestal gebruik ik die van MAC. Maar dit is echt gewoon 100 keer beter. Dus het is een dure aankoop. Maar... als je lazy bent, als ik, en je wilt niet elke keer je kwasten gaan wassen aan de lavabo, of je bent een make-up artist die tussendoor... Ik ben zelf ook een make-up artist, maar ik moet minder mijn make-up borstels reinigen tussendoor, omdat ik ten eerste al veel borstels heb en omdat ik ook meestal niet zo veel fotoshoots doe, niet zoveel catwalks doe. Ik doe make-up voor het nieuws. En dat zijn meestal 1 of 2 presentatoren en 1 of 2 gasten. Bij ons toch, op het nieuws. Dus dat is niet zo heel veel mensen dat ik in 1 keer moet maquilleren. Maar voor make-up artists, voor luie mensen like me, is dit echt wel zo'n goed product. En nu ga ik erover ophouden, want ik praat er anders veel te lang over. Nee, niet goed. Oké, wat wel goed is, dat is dat ik redelijk wat haarfavorieten heb. Ik ben niet supergoed in haar. Ik doe meestal zo een beetje stijl brushje. Ah ja, mijn haar is trouwens geknipt voor degenen die het nog niet gezien hadden of me niet kennen. Er is 15 centimeter van mijn haar af. Ik ben er enorm blij mee. Het wordt echt dringend tijd. Goed, maar haarfavorieten. Favoriete shampoos. Ik ben niet heel picky op het gebied van shampoos. Maar ik heb dit jaar echt wel mijn favoriete merk van shampoos ontdekt. En dat is Lush. Ik ben geen grote fan van de badproducten van Lush. Daar krijg ik uitslag van. Mijn huid verkleurt daarvan. Mijn bad is nadien 1 grote ravage. Dan moet ik echt nog gaan schrobben om mijn bad proper te krijgen soms. Dus ik ben er niet zo'n fan van. Maar de haarproducten van Lush... oh mijn god. Die doen echt zoveel voor mijn haar. Het eerste product dat ik ervan gekocht
gekocht had en geprobeerd had, is de honingshampoo. Ik heb die nu niet bij mij om te laten zien, maar daar ben ik nog altijd een enorme fan van. Dit is nu een kleinste formaatje, omdat ik graag verschillende wou proberen. En ook, ze worden ook vrij snel slecht, dus als je niet elke dag hem gebruikt, dan raad ik ook aan om de kleintjes te proberen, ook iets budgetvriendelijker. Uiteraard, als je ze veel gebruikt, is een grotere weer budgetvriendelijk. Moet je zelf even uitrekenen en bekijken. Maar dus de shampoo met honing is echt fantastisch goed voor droog haar, gekleurd haar. Die gebruik ik echt super graag. En dan dit is de... dit is nu in het Frans, want ik woon in Brussel en alles is in het Frans in Lush in Brussel. Maar dit is de Daddy O Violet of zoiets. Dit is de violetkleurige shampoo in ieder geval. Dus dit is de shampoo zoals je misschien hier kan zien nu. De paarse shampoo. Ideaal voor wanneer je geblondeerd haar hebt en je wilt niet dat het te geel wordt. Dan gebruik ik deze enorm graag. Hier heb ik ook een grote van gekocht. Omdat ik die zoveel gebruik. En dan de Big Foundation. Nee, de Big Shampoo is ook echt zo'n fijn product. Ze zijn niet goedkoop. Dus ik ben ook niet iemand die ze elke dag gebruikt. Ik was mijn haar sowieso niet elke dag, maar elke keer als ik het was. Omdat ze, ja, het zijn meer mijn extra treat shampoos. Wanneer ik merk dat mijn haar zo een extra boost kan gebruiken, wanneer ik een speciaal event heb, maar ik graag wil dat mijn haar gewoon extra goed zit. Vandaag heb ik het niet gebruikt, zoals je kan zien. Mijn haar zit dus ook niet extra goed. Maar ik vind ze gewoon fantastisch. Ze zijn gewoon heel erg goed. Drie stylingproducten dat ik dit jaar ontdekt heb, is van Kerastase. Dit was dit jaar ook een nieuw product. En dit is de Blow Dry. Dit is eigenlijk een hele lichte formule. Die doe je in je haar, je brusht je haar. En het zorgt voor een fixatie van je look, zonder dat het haar eigenlijk te plakkerig, te productachtig voelt. Dus wanneer je het gebruikt hebt, voel je eigenlijk niet dat je product in je haar hebt. Het is echt zeer fijn. En ook als je bijvoorbeeld de volgende dag zit je haar niet meer zo lekker, dan kan je gewoon terug met je haardroger in droog haar erin gaan. En door de warmte wordt die ook opnieuw geactiveerd. Wat dus echt ervoor zorgt dat je een langdurig mooi kapsel, of toch als je opnieuw gaat, dat je eigenlijk niet meer opnieuw product moet aanbrengen. Ik vind het heel fijn, gewoon ook omdat het zo'n lichte textuur is. Zeker als je fijn, dun haar hebt, dan wil je dikwijls niet te zware producten die te zwaar gaan voelen. Dan is dit een heel fijn product. Wil je wel een product dat iets zwaarder is, iets sterker is en dat wel echt volume geeft, dan is de Studio Pro Hold It Mousse is echt een hele fijne. Dit voel je wel zitten, moet je ook goed uitbrushen, anders dan wordt het zo wat een plakkerig, ja, mousse gevoel. Ik weet niet of je weet wat ik bedoel. Dus die heeft het wel als je hem niet goed uitbrusht, maar als je hem goed uitbrusht, is hij wel echt heel goed. Geeft je haar echt body, geeft je haar echt hold, geeft je haar echt volume. Zeker als je fijn haar hebt, echt een hele fijne mousse. En dan van hetzelfde merk of van dezelfde lijn, ook weer van die Studio Pro, de Hold It Haarlak was voor mij echt een ontdekking. Die is wel super crunchy, dus als je daar niet van houdt, moet je hem zeker niet kopen. Ik heb wel de sterkste variant, dus de Strong 5. Omdat ik het vooral gebruik als ik opsteekkapsels doe. Nu met dit haar zal het iets minder opsteken zijn. Maar het is gewoon een hele goede haarlak. Dan heb ik nog wat nagelfavorieten. Ik heb dit jaar eigenlijk heel weinig met mijn nagels gedaan. Aangezien ik ook dit jaar ben bevallen. Ik heb nu een babytje, of toch een bijna peuter in huis. Dus nageltjes doen, ja, je ziet het, ze zijn kort. Ik heb er gewoon echt geen tijd voor. Het lakken tot daar aan toe, maar het drogen, ja, dat gaat gewoon niet. Want je weet nooit wanneer je kindje zijn tutje kwijtspeelt of iets moet hebben of weet ik veel wat. Dus het lakken gebeurt bij mij eigenlijk niet meer. Dus ik hou ze nu ook gewoon kort. Maar als ik dan toch mijn nagels lak, en ik heb wel echt twee ontdekkingen gedaan dit jaar qua nagels, dan zijn het deze van Maybelline. En dat zijn de Superstay 7D nagellakjes. Die blijven gewoon super goed zitten. Ook de topcoat hiervan is fantastisch goed. Als je je nagels dan toch lakt, wil je er natuurlijk extra lang plezier van hebben. Deze zijn echt de max om te proberen. En dan de laatste van deze favorieten, ook voor de nagels, is van Essie. En dat zijn de gel. Gel lakjes van Essie. Kan je kopen bij Planet Parfum. Ik heb ook een aantal kleurtjes ervan. Ik weet niet waar ze gebleven zijn. Ik heb echt uit huis afgezocht. En ik vond mijn gekleurde daar niet van. Ik weet niet waar ze naartoe zijn. Ik denk niet dat mijn man ze gebruikt gaat hebben. Dat lijkt mij heel, ja, raar. Mag, hè. Ik bedoel, geen probleem mee. Als hij zegt van, schat, morgen wil ik rode nagels naar mijn werk. Dan zeg ik, ja, go for it. Zal ik ze even lakken voor jou? Absoluut geen probleem, hè.
Maar ik vind dus mijn kleurtjes niet. Dus ik heb even alleen de topcoat om jullie te laten zien. Maar dus de nieuwe Gel Couture, zo is de naam. Gel Couture nagellakjes van Essie. Wauw. Dit was... Die kan ik echt een week op mijn nagels hebben zonder dat ze er enorm catastrofaal uitzien. Wat voor mijn dunne nagels echt wel fantastisch is. Dus ja, ik heb hier verschillende kleurtjes staan. Kan ik nu niet laten zien. Maar de gel topcoat en de gewone kleurtjes in combinatie. Echt heel fijn. Zo, ik heb weer veel te lang gepraat zoals gewoonlijk. Ja, ik kan mijn mond gewoon niet houden. Zeker niet als het over beauty gaat. Want dat is gewoon mijn grootste passie in mijn leven. Een van mijn grootste passies in mijn leven. En ja, dit was het dus voor deze favorieten van afgelopen jaar. Ik bedank jullie uiteraard voor het kijken. Wil je meer video's zien op woensdag en op donderdag post ik normaal gesproken een nieuwe video voor jullie. Uiteraard allemaal volledig beauty gerelateerd. Dus ik zie jullie graag in uiteraard een volgende video. Dag!